Er liggen ruim 800 mensen met corona aan de beademing op de intensive cares van de ziekenhuizen. Meer dan in januari. En elke dag komen daar 50 mensen bij. Verpleegkundigen zijn doodmoe van het voortslepende gevecht tegen het virus. Belangrijke operaties en behandelingen worden weer uitgesteld. Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn nog lang niet gevaccineerd en dus niet beschermd. En het zicht op het virus is het kabinet al lang verloren. En wie niet beter weet zou denken, de strategie van dit kabinet faalt. Maar de waarheid is eigenlijk nog bitterder. Er is geen strategie. Met de verkiezingen in aantocht stelde het kabinet versoepelingen in het vooruitzicht. Begin april zouden we die kunnen verwachten, zo werd ons voorgehouden. En sommige leden van het kabinet vonden zelfs dat hun verkiezingswinst vertaald moest worden in het coronabeleid. Dat is geen strategie, dat zijn loze beloften. Terwijl er gedaan moet worden wat er nodig is. In januari zei de premier dat er pas versoepelingen mogelijk waren als er 10 mensen per dag op de IC zouden worden opgenomen. Daar was voor het laatst sprake van in september van vorig jaar. En toch sprak het kabinet recent over het heropenen van terrassen en het afschaffen van de avondklok op 21 april. En door ongefundeerd te speculeren over versoepelingen biedt het kabinet geen perspectief, maar alleen maar valse hoop. Horecaondernemers hadden de terrastafels al afgesopt, jongeren hadden hun reservering al gemaakt. En nu zijn ze, en ik snap dat heel goed, want dan ben ik zelf ook, boos en teleurgesteld. Burgemeesters maken zich grote zorgen over de handhaving van de maatregelen. Want wie gelooft nog dat Rutte en de Jong een plan hebben? Voorzitter, en datzelfde geldt ook, ik vind het erg om te zeggen, voor de vaccinaties. Andere Europese landen prikken voortvarend richting de vrijheid. Maar in Nederland lopen mensen met een kwetsbare gezondheid nog steeds het risico om op die intensive care terecht te komen. Het vaccineren dreigt telkens weer vertraging op te lopen. En dat is kwalijk, want met vaccineren redden we levens. Goede praktijken, zoals in Noord-Limburg, worden de nek omgedraaid, want het zou niet mogen. En ook onafvolgbaar is de keuze voor een prikstop voor 60-minners. Wetenschappers waren er duidelijk over en op hun oordeel varen wij. De risico's op een ernstig verloop van een coronabesmetting zijn hoger dan het risico op een zeldzame vorm van trombose. Wij stellen voor dat we de keuze voor het AstraZeneca-vaccin overlaten aan mensen zelf in overleg met hun huisarts. Voorzitter, dat roept ook de vraag op hoe de minister van plan is om te gaan met het Janssen-vaccin. Andere collega's hadden het daar ook al over. En ik vraag de minister in het licht van deze onduidelijkheid en al die vertragingen om een concrete toezegging. Wanneer zijn nu alle mensen met een kwetsbare gezondheid gevaccineerd? En wanneer alle andere mensen? En welke consequenties verbindt hij aan mogelijk falen? En we hopen zeer dat hij niet faalt dit keer. Voorzitter, de field labs en de pilots en spoor 2A, 2B en 2C zijn zoethoudertjes om dat falende beleid te verhullen. De jongen maakt 1,1 miljard euro over aan een private stichting voor sneltesten. Zonder aanbesteding, zonder scherp toezicht en zonder dat duidelijk is wat nu het nut daarvan is. Wat is de waarde daarvan? Voorzitter, dat geld kan beter besteed worden aan extra vaccins, aan een sociaal reddingsplan of om ervoor te zorgen dat met behulp van sneltests het hoger onderwijs verruimd kan worden en dat bijvoorbeeld studiezalen, buurthuizen veilig open kunnen. Voorzitter, dit kabinet lijkt ongeschikt om ons land door de volgende fase te loodsen. En laat ik daarom een paar vragen aan het kabinet stellen daarover. Hoe gaan we om met uitbraken van nieuwe varianten, zoals de Braziliaanse variant? Is het testbeleid, het bron- en contactonderzoek dan wel op orde? Waar is het door de premier beloofde herstelplan? Voorzitter, veel vragen en ik zie uit naar de antwoorden, maar nog meer naar concrete acties.